Mijn buddy en ik zitten hier voorin. En dan, wat er daar gebeurt, nou, is heel ruim. Ruim genoeg om met een camera achterin te kunnen zitten. Ewout en zijn cameraman. En dan gaat het avontuur beginnen. Als helden komen de Maastrichtse agenten het podium op. Zij zijn de nieuwe gezichten van het RTL-programma Bureau Maastricht. Presentator Ewout Genemans volgt hen maandenlang om de Limburgse 112-meldingen in beeld te brengen. Ik had Maastricht al heel lang op mijn wensenlijstje staan. Ik vind het een hele mooie stad. Ik vind het een interessante stad. Dus ik ben juist daarom ook heel benieuwd wat ook een beetje de andere kant is van Maastricht. Want ja, de politie komt natuurlijk toch vaak op dingen af die heel veel burgers vaak ook niet zien. En die wij in dit programma wel gaan zien. Zo zien we onder andere agenten Yuri en Anouk aan het werk. Ik denk dat jullie bij mij vooral het lachen heel erg veel zullen zien. En ik ben wat dat betreft wel samen met Yuri denk ik echt wel dat wij gaan voor het doorzetten. Hard werken, niet lullen maar poetsen, om het zo maar te zeggen met een oud Nederlands spreekwoord. Hoe goed kennen jullie elkaar? Ja, redelijk goed. We werken op hetzelfde basisteam. We hebben een goede band met elkaar. Ja, wat voor agentie jullie gaan? Ja, eentje die zijn werk doet. Werk gaat voor. Heel leuk dat Ewout meegaat. Maar het is wel de werkelijkheid. Het is niet flikken Maastricht dit, maar het is gewoon de werkelijkheid. Donderdag hebben wij de eerste dienst en mag je gezellig achterop bij ons op de achterbank komen zitten. Ja. En van tevoren flyen? Lekker. Het open.